Jo, Deskenzolle. Ja. Daar, onder in je beeld. Beetje dubbel. View. Die je nou hebt. Luister eens even, beste mensen. Gisteravond, 22/7, heb ik de livestream bekeken van OV Gast. Ik stream ook zelf vrij veel. Meestal vrijdagavond, Trains and Beers, rond de klok van 7:45. Maar, er werd weer wat verteld tijdens de stream. Er kwamen weer wat fouten bij OV Gast voorbij, bij zijn OBS. Toen zei ik tegen OV-gast, van ik kan wel even een korte tutorial geven hoe mijn OBS er precies uitziet. Ook waren er nog wat andere gastjes aanwezig, onder andere Max, ICM-reel, Prins van Annas. En die vonden dat best wel een goed idee. Van ja, wij willen wel eens weten hoe jouw OBS eruit ziet, wat jouw configuraties zijn van je beeld, van je microfoon en hoe Social Stream Ninja werkt. Dat is een chatprogramma die je kunt toevoegen in je OBS. En Social Stream Ninja is een heel makkelijk programma. Jawel. Gaan we beginnen met het hoofdscherm, dit hoofdscherm. Ik werk met OBS 30.2.0 en het hoofdscherm ziet er zo uit. Ook kun je hem eventueel in studio modus doen, dan komt hij zo. Maar ik vind het vrij storend. Ik hou altijd op één scherm. Dus studio modus krijg je twee schermen. Normale modus krijg je maar één scherm. Je hoofdscherm is rood. Zorg altijd dat je je opneemscherm, dus wat je dus nu ziet, altijd in het rode vak staat. Kijk, mocht je dat niet hebben, krijg je van die rare streepjes op je balk. En zie je ook alleen maar dit op je beeld. Dus zorg altijd dat die keurig netjes in het vak staat. Dat kun je ook doen trouwens, door middel van slepen en plakken, kopiëren. Kijk, hier zie je dus nu een zwart vlak. Nu zie je ook alleen maar dit beeldje op je livestream of op je opneemmodule. Dus zorg altijd dat die altijd keurig netjes in het vak staat. Ik heb ook een webcam. Kleine tip van Flip. Mocht je lelijke achtergronden willen weghalen, dan kan dat met de Alt. Kijk, als ik bijvoorbeeld nu hier op klik en druk op Alt. Kijk, zie je in één keer daar al mijn woonkamer. Ik vind dat niet mooi. Dus hou de Alt-toets in, vast. En zorg dan dat je dat een beetje wegfiltert. Een soort, ja, knip en plak systeem, zal ik maar zeggen. Dus met Alt kun je dus mooi precies jezelf in beeld zetten. Dus nu. En dan ziet het er keurig netjes uit. Ja, je ziet nog een klein streepje hier, maar een camera een klein beetje die kant op zetten. Ook kun je nog eventueel met een green screen gaan werken. Dan kun je jezelf alleen maar jou laten zien. Dus geen achtergrond. Maar ik vind mijn achtergrond, met die Lego, vind ik wel mooi. Dus ik laat dat gewoon zo. Goed, dan gaan we naar de instellingen. De instellingen kunnen per PC anders zijn. Dat is echt zo. Dus per PC kun je instellingen anders zijn. Dus ga er gewoon mee spelen. Probeer gewoon dezelfde configuraties te doen wat ik heb. Maar als je denkt van, wauw, niet helemaal goed, ga dan weer naar je instellingen en ga dat zelf veranderen. Ik weet niet wat voor PC je hebt. Ik weet niet wat voor microfoon je hebt. Ik werk met een Yeti. Maar bijvoorbeeld een Trust is weer een heel andere microfoon. Heeft weer een heel andere systeemeis. Heeft weer een heel andere, ja, overbreng van de stem. We gaan nou eerst naar algemeen. Dat is allemaal hetzelfde. Dit is gewoon standaard OBS configuratie. Moet je ook verder niks aan doen. Uiterlijk kun je voor kiezen om
een klassieke uitvoering te gaan doen. Maar ik heb een default uitvoering. Vind ik prettig. Streaming is ook gewoon. Het is gewoon een server. En dan kun je account kun je hier koppelen. Op je YouTube kanaal. En dan kun je vanaf hier altijd ook de stream starten. Gaan we naar de uitvoer. En we beginnen met het streamen. De uitvoer staat bij mij vrij hoog. Ik werk met een audio encoder, de FFmpeg. Dit zijn standaard configuraties van OBS. Video encoder heb ik veranderd naar NVIDIA NVENCE H.264. Dat komt namelijk omdat ik ook een NVIDIA kaart heb. Uitvoerschaal staat bij mij uitgeschakeld. Dus deze automatisch ook uitgeschakeld. Of ik dacht dat ik deze wel kon. Nee, deze kun je ook niet veranderen. Of deze kan ik nou niet veranderen omdat ik aan het opnemen ben. Dat kan natuurlijk ook. De encoder instellingen heb ik zo neergezet dat ik een rate control heb van CBR. Ook dat kun je veranderen. Daar moet je gewoon mee spelen. Maar CBR is in de volksmond waarschijnlijk wel het beste. Mijn bitrate staat op 15.000 kbps per seconde, zullen we zeggen. Dat is vrij hoog hoor. Hou er rekening mee, je bitrate, dat je ook een goede internetverbinding moet hebben. Heb je een lagere internetverbinding, begin dan eerst bij 1500 tot 2000. Ga testen en als dan je beeld goed is, hè, dat je geen lags krijgt in je beeld, oftewel dat je beeld blijft stilstaan af en toe. Als dat goed is, als je vloeiend is, kun je dat verhogen naar 2000 of naar 3000 of naar 4000 of naar 5000. Dat moet je zelf gaan testen. De tijden tussen je keyframes is bij 0 seconden. Hier zie je de rest van de configuratie staan. Verder is dit voor mij allemaal standaard OBS instellingen. Zo niet, ja, kun je het ook een keer gaan veranderen in jouw OBS en kun je het gaan testen. Opnemen. Dat doe ik als filmpjes opneem. Dit is dus mijn opneempad. Hier komen dus mijn filmpjes als ik klaar ben met opnemen. Maar ook dit zijn weer standaard OBS instellingen. Hier werk je weer met die NVIDIA. Ook hebben we die FFmpeg AAC audio encoder. Maar nu komen we weer bij de encoder instellingen. Dit zijn dus de instellingen voor het opnemen. Nu zie je ook trouwens dat mijn bitrates in één keer hier op 50.000 kbps staan. Dat is vrij groot. Hoe hoger deze bitrate, hoe groter je video's worden. Dan praat je niet over een video van een kwartiertje van een gig. Nee, dan praat je over zo'n 8 tot 13 gig per 15 minuten. Dat is vrij hoog. Mocht je dat niet willen, zet dan deze wat lager weer. Ga het weer testen. Begin bijvoorbeeld eerst bij 5000. Kijk dan naar je kwaliteit. Als je denkt van ja, mijn kwaliteit is goed, hou je die 5000 aan. Views worden dan wat minder groot. Zeg van ja, ik wil echt vloeiend beeld hebben, mooi beeld hebben. Ja, dan moet gewoon die bitrate omhoog. Betekent wel dat je dus meer kwijt bent op je schijf aan video's. Dit is vrij hoog dit hoor. Er zijn denk ik weinig mensen namelijk die de bitrate op 50.000 hebben staan. Maar ik vind kwaliteit heel belangrijk. Verder heb ik dus de keyframes weer op 0 gezet. Langzaam goede kwaliteit, percent, hoge kwaliteit, enkel pass en high. Dit vind ik op zich een hele fijne configuratie. De audio is dit. Spoor 1 is 128. En je replay buffer doe ik niet zoveel mee. Voor mij is het ook een standaard dingetje bij OBS. Gaan we naar audio. Het enige wat ik hier gedaan heb is dat ik een Mix AUX audio apparaat heb toegevoegd, namelijk mijn Yeti. Dat betekent dat hij altijd mijn Yeti gaat gebruiken. Dus geen kan zijn dat hij bijvoorbeeld de audio pakt van de webcam. Dan hoor je heel blikkerig geluid in één keer en je hoort bij in één keer op de achtergrond. Dat moet je dus niet hebben. Mijn Mix Audio
apparaat is altijd dus mijn Yeti. Ook heb ik aangegeven bij geavanceerd dat hij mijn hoofdtelefoon moet gebruiken. Waarom mijn hoofdtelefoon? Als je streamt of opneemt en je hebt je boxen aanstaan, dan hoor je dat ook het geluid van je boxen. Dat is niet mooi. Kan je een voorbeeldje geven? Gisteravond was Max aan het streamen, maar die had het geluid via de boxen. Dus dat hoorde je dus, de stream van Max, ook gelijk de stream van OV-gast. Want hij was naar OV-gast aan het kijken. Maar dat geluid hoor je dan ook bij hem op de stream. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet natuurlijk alleen maar je eigen geluid horen. Dus zorg altijd dat als je streamt, dat je of je boxen uitstaan, of dat je via je hoofdtelefoon doet. Dan is het klaar. Dan gaan wij naar de bronnen toe. Bronnen zijn dus de invoerbronnen die je moet toevoegen om zo OBS te functioneren. En ik werk ook met een aantal scènes. Ik heb een scène opnemen, een scène intro en een scène livestream. Intro scherm weet jullie allemaal wel. Dat is dat mooie blauwe schermpje met je kunt hier alvast chatten enzovoort. We kunnen het wel even laten zien. Kijk, dit scherm dus. En ik kan dus ook mijn webcam aanzetten. Kijk, nu ben ik in één keer dan zo in beeld. Ik werk trouwens ook met Stream Deck. Dat is een erg makkelijke tool die je kunt kopen. Ik vind het zeer plezant. Ik heb er ook al eens een keer een videootje van gemaakt. Stream Deck. Je kunt het terugvinden hier op mijn kanaal. Hoe precies Stream Deck werkt. Daar kom ik nu even niet meer op terug verder. Dit is mijn intro scherm. Mijn livestream. Biertje. Is zo. Dit is dus mijn screen. Als ik bijvoorbeeld live ben. Je ziet verder niks, alleen maar mijzelf. En dan verder zie je hier het grote scherm. Hier komt dan bij wijze van spreken FaceSplit erop. Dan gaan we terug naar opnemen. Opnemen is mijn webcam iets kleiner als bij de livestream. Vind ik wel plezant, want dan ben ik wat beter in beeld, zullen we zeggen. Bronnen hoef je maar één keer in te voeren. Ben je tevreden met je bron? Dan kun je door middel van kopiëren. En dan ga je naar bijvoorbeeld je nieuwe scherm. Hier weer plakken. En zo komen die bronnen in je nieuwe scherm terecht. Dus je hoeft nooit meer, als je weer een nieuw scherm maakt, weer je webcam opnieuw te configureren of je audio. Zo gewoon één scherm, dat alles goed functioneert. En dat kun je door middel van kopiëren en plakken. Dus die settings in je nieuwe scherm zetten. Oh, dat is mooi gezegd. Ga even naar mijn Yeti toe, want die heb ik zo ingezet dat er een paar filters op zit. Dit zijn mijn configuraties voor mijn Yeti. Hou er rekening mee. Iedere microfoon is anders. Mocht je zelf ook een Yeti hebben, dan zou ik je gewoon aanraden om deze configuraties te doen. Ik ga je niet te veel over babbelen. Het is gewoon een kwestie van zelf je instellingen fixen. Ik zou dan gewoon aanraden van, pak eerst deze instellingen. Ga even een klein stukje opnemen. Controleer je audio. En als je denkt van, wauw, mag wel iets beter. Dan ga je spelen. Begin eerst met verhoudingen. Daarna doe je de drempo. Daarna doe je de attack. Daarna doe je de release. Daarna doe je de uitvoergang. Ga je gewoon lekker mee spelen. Ik zou die uitvoergang wel gewoon op 0 houden. Ook heb ik een noise gate. Dit heeft volgens mij in mijn beleving te maken hoe snel de microfoon moet reageren als je gaat spreken. Als ik bijvoorbeeld nu niks zeg, dan hoor je ook verder niks. Ga je weer praten, dan gaat de noise gate weer werken. Dus dit is precies instellingen die de microfoon ook moet gaan werken. Nu zeg ik dus niks. En dan blijft het dan ook stil. Ook heb ik een kleine ruisonderdrukking aan toegevoegd. Het is puur het geluid wat je van buiten hoort. Of misschien wel in de kamer. Of weet ik veel. Is
staat op min 30 en ik gebruik de methode speeds, laag CPU gebruik, lage kwaliteit. Nou, dit is als een beetje de instellingen hoe ik werk binnen OBS. Dan komen we nog weer bij een volgende namelijk, dat is namelijk Chat Ninja. Mocht je leuke dingetjes gaan toevoegen in je stream, dan zou ik je aanraden om Chat Ninja te gebruiken. Chat Ninja is gewoon een tool die je kunt gebruiken in je OBS. Hoe werkt Chat Ninja? Eigenlijk is Chat Ninja heel simpel. Je gaat Chat Ninja downloaden. En dan komt Chat Ninja boven in je scherm als een extensie. Je ziet hem staan. Tik daarop en dan krijg je dit balkje. En met dit balkje kun je alles aanpassen. Je kunt emoticons, bols kun je creëren. Zodat het helemaal door je beeld heen komt. Wat je ook wel ziet op mijn stream. Dit is future chat overlays. Hier kun je bijvoorbeeld je chat kun je veranderen. Je tekstgrootte van je chat. Je kleuren, hoe je het op wil hebben. Enzovoort, enzovoort. Dat geldt ook voor deze. Ga nogmaals hier gewoon weer mee spelen. Ga checken. Je kunt offline via YouTube kun je kijken of je chat werkt. Mocht je er tevreden mee zijn, tijdens alles, of dat je zegt, nou goed, ik vind het zo mooi, dan gaan wij de Chat Ninja installeren in je OBS. Stel je voor, je vindt het zo mooi, dus je kunt ook alles bekijken. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook animation effects, maar bijvoorbeeld mijn stijl. Kijk, dus deze. Oh nee, goed, visibilities. Ja, hier kun je alles doen. Maar je messengers. Maar ja, dit zijn ook pages. Overlays. Messenger stijl. Ja, dit is bijvoorbeeld mijn mijn type tekst die ik op beeld wil hebben. Ik gebruik de Sora ABC. Ook dit kun je allemaal weer veranderen. Kijk, je hebt verschillende teksten die je kunt doen. Je kunt ook een geschreven chat laten komen. Hè, dat het echt een beetje op een geschreven chat lijkt. Enzovoort. Ga je gewoon lekker mee spelen. Hier kun je ook niks mee doen. Hier kan ook niks mee gebeuren. Mocht er iets verkeerd zijn, dan kun je hem ook als het goed is weer helemaal weer opnieuw instellen tot fabrieksinstellingen. Ben je hier klaar mee? Zie hierboven een link staan. Die is heel belangrijk. Die link die kopieer je. En dan ga je weer terug naar je OBS. Ben je weer terug in je OBS? Ga je naar Docs. En zeg je aangepaste browser doc. Klik hierop. Hier tik je dan in Chat Ninja of Chat. Hoe je het maar wil noemen. Hoe die dan hier ook komt. Want als je hem hier zegt doc name chat, dan wordt hij hier ook chat. En dan zet je, plak je hier die URL die je net bij Chat Ninja zag. Zet je toepassen en dan komt hij hier tevoorschijn. Die chat kun je daarna over je hele beeld verplaatsen waar je maar wilt. Ik heb hem dus wat lager staan, want dan komen die chatberichten komen ook hier in te staan. Weet je, bij te spreken. Maar bij mij staat hij wel lager. Als je zegt, ik heb hem liever dat hij boven beeld komt, kun je dit slepen. En dan kun je hem boven in je beeld zetten. Ik vond het wel mooi dat die chat een beetje bij mijn webcam kwam. Dus dat vond ik wel leuk. Dus dan werkt Chat Ninja al. Eigenlijk is het heel simpel. En hoe zorg je dat je Chat Ninja werkt als je aan het streamen bent? Dat zal ik ook even uitleggen. Gaan we naar... Ik werk altijd met Google Chrome. Gaan we naar Desk en Zolder. Krijgen we een muziekje. Ga je naar je livestream van Trains and Beers. Oh my god. Dus, dat is dus wel je livestream die je dus... Waarmee je begint. Hè? Dus ga dan naar je livestream. Je stream waar je ook... Daarbij ook live op bent. Ja? Ga daarheen. Ga naar je chat scherm. En open je chat op een nieuw scherm. Krijg je een nieuwe pop-up met dan je chatberichten. Dan is ook Chat Ninja geactiveerd. Simpel is het. Zo werkt Chat Ninja. Ook kun je bijvoorbeeld ook met Chat Ninja ook
aangeven als je een nieuwe subscriber hebt. Dat is ook in beeld. Kortom, je kunt hele leuke dingen doen met ChatNinja. Het is een ontzettend mooi, leuk programmaatje. Het is ook gratis trouwens, dus je kunt het ook gratis gebruiken. Je kunt er lekker mee spelen. Je kunt ook je tipberichten de achtergronden anders maken. Bijvoorbeeld dat je je background wil maken zwart of blauw of rood of roze. Kortom, ga lekker spelen met ChatNinja. En zorg gewoon dat je je eigen stijl maakt. Het moet natuurlijk niet een kopieer chat worden van mij. Bij zo'n spreken. Mocht je nog meer leuke, interessante dingetjes willen weten wat je kunt doen met OBS, dan verwijs ik jullie graag even naar het volgende. Dat is namelijk Michael en dan zeg je OBS. Dan ga je naar deze site. Michael Pfeiffer Jr. Hier vind je heel veel leuke informatie wat je nog meer kan doen met OBS. Die ChatNinja komt ook van hem af. Dus, maar nogmaals, hier vind je zeer uitgebreide tutorials hoe jij dus meer kunt doen met OBS. Ook hier vind je bijvoorbeeld hoe je je microfoon kunt instellen, kunt veranderen in OBS. Neem eens een bezoekje aan Michael Pfeiffer Jr. En daar vind ik dus veel meer informatie hoe je dus moet werken met OBS. Dit was een korte tutorial. Nou ja, inmiddels zijn we al bijna een kwartier weer onderweg. Van hoe mijn OBS werkt. Dit zijn dus mijn instellingen. Je kunt ze kopiëren en daarna zelf gaan veranderen hoe jij OBS wil gaan laten draaien. Maar nu krijg je wel even een beeld hoe mijn OBS precies werkt. Ik wil even een kleine toevoeging geven nog even aan mijn Yeti. Je ziet trouwens ook dat mijn Yeti niet in het rode komt. Ook dat is zo'n functie, zo'n filterfunctie die ik toegevoegd heb binnen OBS. En ook die functie vind je terug op die site van Michael Pfeiffer. Dus, om te zorgen dat je dus niet je microfoon in het rode krijgt. Hoe hard ik praat? Blijf wel mooi buiten het rode. Mensen, vergeet even om te abonneren. Geef een lel op die bel. Dan blijf je op de hoogte. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe video hier op Deskam Zwolle. En ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze korte tutorial. Mensen, ik groet u. Dag.